Geachte mevrouw Vriends, dag iedereen. Sinds 2001 bent u bestuurder van de Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst. En naast deze functie bent u minimaal één dag per week uitermate bedreven met verschillende activiteiten rondom het verzorgingshuis. Dat doet u met een oog en aandacht voor belangen van cliënten, maar ook van de medewerkers. U strijdt voor goede zorg voor ouderen. Ook het certificaat is heel belangrijk voor de Koperhorst. Daarnaast bent u zeer actief in de kerk. U ontving de eervolle pauselijke onderscheiding voor Ecclesia Pontificia voor 25 jaar kerkelijk werk in het bisdom Rotterdam. Vervolgens verhuisde u naar Amersfoort, waar u vicevoorzitter en lector werd van de parochie Heilige Kruis en bestuurslid van de Diocesane Katholieke Caritasinstelling. Dat deed u tot 2013, waarvan u de laatste jaren als voorzitter dienst deed. Binnen het aartsbisdom Utrecht werd u bestuurslid van het dekenaat, totdat deze in 2009 werd opgeheven. U werd voorzitter van de stuurgroep ter voorbereiding van de fusie van de Amersfoortse parochies en bent voorzitter van de daaruit voortkomende parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Meerdere geloofsgemeenschappen zijn samengebracht. Ik herinner me nog in september 2010, ik was net burgemeester, dat dat in kruis werd gevierd. Dat is goed. Mevrouw Vriends, u betekent heel veel voor cliënten in de zorginstellingen waarvan u bestuurder was of bent. Voor de vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht bent u vanaf een jaar tot wat even ontbreekt een tekst bestuurslid en voorzitter van het bestuur. Van 2011 bent u voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging Sint-Willy-Borders. En u bent ook nog lid van bestuur voor Utrechtzorg, de regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn voor 72 deelnemende organisaties. En daarnaast ben ik ook lid van de Raad van Toezicht van Actioma, stuurslid van de stichting KLCMO, een financieringsfonds voor het katholiek maatschappelijk werk. U vervult verschillende functies op regionaal en landelijk niveau bij de ACTIS, een branchevereniging van ongeveer 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, zieken, maar ook aan jeugd. En als voorzitter van de stichting Rita's Reisbureau bemiddelt u tussen mensen die wat over hebben en mensen die wat minder hebben. Door de bewoners, medewerkers, collega's worden gezien als een rots in de branding en een navolgenswaardig boegbeeld. Mede vanwege uw adequate werkwijze, uw aanspreekbaarheid en uw toomeloos inzet, waarbij u mensen zowel inspireert als motiveert. Ook af en toe ontspanning bij de aardbaard. Dat is wel nodig als je zoveel doet. Het is dan ook mooi om te melden dat de koning u heeft benoemd tot ridder in de orde van de Oranje Nassau.